De nummers 14 en 19 van de ranglijst tegenover elkaar. Het verschil op die ranglijst is 5 punten. Maar Almere hoopt nog te stunten in die vierde periode. En nog deel te mogen nemen aan die play-offs. Een andere uitweg is er niet meer. Het eerste kansje van de wedstrijd is er voor Utrecht. Dat kansje wordt er niet ingeschoten door Malai. Vervolgens ook de ploeg van Pastoor. En daar wordt wel meteen gescoord. Na 5 minuten al Tijmen Wildeboer. Goeie assist van Duivenstein vanuit de hoekschop. En dan maakt Wildeboer zijn 4e van het seizoen. En zijn 3e in iets meer dan een maand. De 20-jarige spits is in vorm. Utrecht speelt met een aantal jongens van het eerste. Zoals bijvoorbeeld doelman Nijhuis. En die keepte heel goed op de inzet van doelpuntenmaker Wildeboer. Maar we zien ook de jarige Boussaïd en Remco Balk in de basis. Het is slordig wat daar gebeurt natuurlijk met Meissen. Maar Nijhuis lost het probleem voor Jong Utrecht op. Doorjagen van Balk. En dat sorteert effect. Kan die ook zelf voor het schot gaan? Dat lukt niet. Maar als Almere dan de bal meteen weer inlevert, kan misschien Malahi nog voor het schot zorgen. Ruimte klein. Boussaïd. De jarige Boussaïd kan bijna scoren op zijn verjaardag. 22 is hij vandaag geworden, de Belg. Malai. En een redding van Bakker die eigenlijk niet nodig was, want die bal was naast gegaan. Almere slechts 14 schoten op doel tegen in de laatste 5 duels. Daarmee de beste ploeg van de KKD. In dat aantal duels. En zelf schieten, dat lukt ook aardig goed. De poging van Duivenstein gepakt door Nijhuis. Maar voor Jong Utrecht is dat een teken aan de wand dat het moeilijk zal worden om nog van deze achterstand terug te komen. Slotfase eerste helft. Weer de ploeg van Pastoor met Van Vlerken. Ingeleverd bij Boussaïd en die ziet meteen dat Malai vertrokken is. Malai op weg naar de gelijkmaker. Tot deze geweldige verdedigende actie van Pol. Dit is verdedigen met gevaar voor eigen leven. Maar vooral je ploeg ermee redden. Dat ging bijna mis. Maar uiteindelijk wordt de bal nog weggehaald. Balk stond daar nog. Leek de bal net niet te raken. In de 10 voorgaande ontmoetingen wist Jong Utrecht slechts 1 keer te winnen. Het gaat vandaag ook weer lastig worden. De eerste kans van de tweede helft komt van Puriel. En de tweede kans van de tweede helft komt van de voet van Alhaf. Maar die schiet de bal tegen de kruising. Daar komt Nijhuis, daar komt Jong Utrecht goed weg. Beide ploegen komen vanuit een nederlaag. Jong Utrecht zelfs 2 op een rij. Kunnen dus wel weer een overwinning gebruiken. Al zat Almere natuurlijk even een tijdje in een goede flow. Met een aantal wedstrijden zonder verlies. En dit is toch wel iets dat zelfvertrouwen uitstraalt. Wat Alhaft hier doet. Hij bekroont die mooie actie alleen niet met een doelpunt. Maar dat ligt ook aan keeper Nijhuis. Alhaft die ontbrak in de vorige wedstrijd. Heeft zijn visitekaartje af. Maar wie dat ook doet hier is Yuya Ikeshita. Hij maakt het gelijk in de 69ste minuut. Zijn allereerste doelpunt in een Utrecht shirt. In zijn 2e seizoen voor de jonge domstedelingen vindt hij het net met een prima schuiver. En als Almere dan wat in die 4e periode wil gaan betekenen, zal het nog een doelpunt moeten gaan maken. Want beginnen met een gelijk spel is voor die titel in die periode niet bepaald bevorderlijk. Hard strijden dus en er vol voor gaan. Wie dat doet is Maarten Pauwels. Invaller, staat een kwartiertje in het veld en maakt zijn 5e van het seizoen. Eentje om echt te vieren. Wildeboer ervan afgehaald. Hij maakte de openingsgoal, maar door heel hard werken maakt Pauwels de winnende namens Almere. En dus toch die goede start in de 4e periode voor Almere City.